denk zelfs dat er ook achterin niemand hoeft te staan, hoewel het een mooie, drukke, volle kerk is vandaag. Allemaal van harte welkom natuurlijk op de eerste plaats de communicanten van vandaag. 25 jongens en meisjes samen, maar ook alle papa's en mama's, opa's en oma's, verdere familie, vrienden. Fijn dat we hier met zo'n vinden zijn bij deze mooie communiviering op een prachtige zonovergrote dag. We gaan gauw beginnen met deze mooie, maar toch uiteraard wat langere viering. En daarom geef ik graag het woord aan Cézanne, want die gaat ons echt welkom heten. Kom maar naar voren, Cézanne. Christus, u heeft altijd geduld met ons helpen, ons om niet op te geven wanneer het moeilijk wordt en ontfermt. Christus, ontferm over ons.
zijn blij, want ze mogen vandaag voor de allereerste keer zijn eindig lichaam ontvangen. En van nu af aan steeds leven uit dit geheim van ons geloof. Wij bidden voor hen en vragen: maak hen één met Christus in de gemeenschap van de kerk en ontvang hen eens thuis bij u in de hemel aan het eeuwig feestmaal door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met hem heeft geleefd in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen. Wij gaan luisteren naar twee verhalen uit de Bijbel, het grote boek van God en de mensen. Het eerste verhaal komt uit de Handelingen der Apostelen en wordt voor ons gelezen door Bouke en Nieke. Gesteld werden. En zeiden:
je hart niet verontrust worden. Jullie geloven in God, geloof zo ook in mij. In het huis van mijn vader is plaats voor velen. Als dat niet zo was, dan had ik het jullie gezegd. Ik ga heen om een plaats voor jullie te bereiden. Als ik ben weggegaan en voor jullie een plaats heb voorbereid, kom ik terug om jullie bij mij op te nemen. Dan kunnen jullie ook bij mij zijn. Jullie weten waar ik heen ga en je kent ook de weg daarheen. Mensen die eigenlijk vooral gekomen zijn voor jullie.
Voor wie zijn jullie eigenlijk vandaag hier naar de kerk gekomen? Voor God, hè? Of nog een beetje preciezer? Voor Jezus. Juist, wij komen naar de kerk niet voor de mensen. We komen naar de kerk voor Jezus. Om Jezus te ontmoeten. Daar gaat het om. Elke keer, niet alleen vandaag. We komen naar de kerk om Jezus te ontmoeten. Want Jezus nodigt ons uit. Ik jullie ook natuurlijk, maar eigenlijk is Jezus degene die jullie uitnodigt. Want Jezus vindt het heel fijn dat jullie hier zijn. Jezus is heel blij dat jullie vandaag allemaal zijn vriend of vriendin gaan worden. Want daarvoor zijn jullie hier, dat jullie merken dat Jezus van jullie houdt en dat Jezus heel graag wil dat jullie bij hem zijn. Jezus zegt dus ook in het verhaal, het evangelie tegen zijn vrienden, de apostelen, dat hij altijd bij ze wil zijn. Hij zegt, ik ga wel even weg, dan maak ik plaats en dan zorg ik dat jullie bij me kunnen zijn. Jezus wil dat wij bij hem zijn. En vandaag zijn we bij hem. Jezus ontvangt ons en Jezus nodigt ons uit om samen maaltijd met hem te houden. En dan is Jezus bij ons. Hoe is Jezus dan bij ons? De maaltijd. Hoe komt Jezus bij ons? In de hostie, hè? Ja, in de hostie komt Jezus heel dicht bij ons. Helemaal binnen in ons hart. En dan mogen we echt merken hoeveel God van ons houdt. Want Jezus heeft ook gezegd in het verhaal dat God kunnen we eigenlijk niet zien, maar Jezus wel. En Jezus laat ons zien wie God is en hoe God is. Wat zegt Jezus tegen zijn vrienden? De leerlingen dan ons dus ook tegen ons. Wie mij ziet, zegt Jezus, die ziet de Vader. Als we willen weten wie God is en hoe God is, hoeveel God van ons houdt, dan moeten we naar Jezus kijken en naar Jezus luisteren. Als we bij God willen zijn, als we willen dat God bij ons is, dan moeten wij bij Jezus zijn en dan moet Jezus bij ons zijn in ons hart. Daarom zijn we hier om te merken dat God van ons houdt, dat Jezus zelf in ons hart komt. En als we nou thuis zijn, kunnen we dan ook een beetje bij Jezus zijn, als we niet in de kerk zijn. Kunnen we dan misschien ook merken dat Jezus bij ons is en dat wij bij hem kunnen zijn? Ja. Hoe kan dat dan als we thuis zijn, als we niet in de kerk zijn? Als we geen hostie krijgen, kunnen we dan toch een beetje bij Jezus zijn? Wat kunnen we thuis doen? Een kaars aansteken. Kaars aansteken of wat meer zit er nog? Bidden natuurlijk, we kunnen ook altijd bidden. Hart, ook bij God, bij Jezus. Dus er zijn een paar belangrijke dingen. We kunnen Jezus ontmoeten door zelf te bidden thuis, maar meestal ontmoeten we Jezus als hij in ons hart komt, in de communie, in de hostie. En dan zijn wij eigenlijk, net als Jezus, echt helemaal kinderen van onze Vader in de hemel. Dat is het gebed dat Jezus ons heeft geleerd, hè? Dat gaan we straks ook samen bidden. Onze Vader, zeggen we dan. God is onze Vader, zoals hij ook de Vader van Jezus is. Dat we allemaal, als we de communie doen, vriend en vriendin van Jezus worden. Maar eigenlijk ook een beetje broer en zus van Jezus. We zijn dan allemaal kinderen van God, die we niet zien, die in de hemel is. Onze Vader, die in de hemel zijt. Maar we kunnen God toch zien in Jezus en God laat zich zien, geeft zich aan ons in Jezus, in de hostie, in de communie die jullie straks gaan krijgen. De liefde van Jezus in jullie hart, omdat God bij ons wil zijn, omdat Jezus bij ons wil zijn en hij wil dat wij bij hem zijn, niet alleen vandaag, maar eventjes en een keertje, maar eigenlijk zo vaak mogelijk, liefst altijd ons hele leven lang. Nou, dat is het feest van vandaag. En ik zie dat jullie er helemaal klaar voor zijn.
en bij hem ben ik bij hem. En dan is het feest echt helemaal compleet. Ik wens jullie nog een mooi vervolg van de mis en van jullie grote feestdag vandaag. We gaan gauw doen met zeggen waarin wij geloven. Wij willen samen onze geloofsbelijdenis en daarvoor nodig ik u uit te gaan staan. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heer, die geboren is uit de maagd Maria, die gestorven en begraven is, die uit de dood is opgestaan en leeft aan Gods rechterhand. Luister naar onze wet, geef ons de kracht zelf te doen.
wat wij van anderen vragen. Help ons mensen te worden naar uw hart. Dat vragen wij door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Dus mensen, we gaan zo dadelijk het altaar klaarmaken. Hoor ik dan en de kindjes die mij gaan helpen, zal ik straks naar voren roepen. Ondertussen komt bij u ook het mandje langs voor de collecte. De kindjes krijgen uiteraard vandaag allemaal prachtige cadeaus. Ze krijgen ook van ons, van de communiewerkgroep, van de parochie, een klein cadeautje in intentie. Maar ik zou zo graag ook van u een klein cadeautje ontvangen in deze mis. U weet, het zal u niet ontgaan zijn, dat ons kerkorgel gerestaureerd wordt. En er is nog een behoorlijk gat. Niet alleen letterlijk dat het orgel verdwenen is, maar ook financieel. Dus ik zou het nou zo geweldig vinden als u ons, u bent vandaag met velen, zou helpen om dat gat een beetje te dichten. Als we straks weer een prachtig orgel hebben in deze mooie kerk, zodat er ook weer gezonder kan worden, laten we ons daarvoor inzetten. Ik reken op een ruimhartige bijdrage in de collecte, waarvoor alvast hartelijk bedankt. De kindjes die mij gaan helpen met het klaarmaken van het altaar, met natuurlijk de assistentie van mijn misdienaars, Anna, Lucia en Marieke. Ik vraag naar voren Huub en Michter, Bo en Jur, Sylvie en Giel, Elisa, Lin en Fenne, Pim en Joeke en Thijs.
Wij gaan bidden over de gaven die de kinderen hebben aangedragen. Bidden op het grote eucharistisch gebed en dan gebeurt het wonder. Dan verandert het brood van gewoon brood in het lichaam van Jezus, waarin hij zichzelf aan ons wegschenkt om ons te vervullen van zijn liefde. Heer, wij willen u aanvaard de gaven van het volk en van deze kinderen die vandaag voor het eerst het lichaam van uw zoon mogen ontvangen. U verdient hun leven op aarde door het geloof in u en door de sacramenten van doopsel en eucharistie. Geef hen ook eens in de hemel het geluk voor altijd door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Het is passend en goed u te danken, Heilige Vader, door Jezus Christus, uw beminde Zoon. Hij heeft gezegd dat hij altijd bij ons wil blijven. Op het kruis bracht hij het offer van zijn leven om ons te verlossen en te redden voor altijd. De Heer die verrezen is uit de dood, blijft onder ons aanwezig in dit sacrament dat wij vieren, zolang de wereld duurt. Nu nodigt hij deze kinderen uit om voor het eerst deel te nemen aan de maaltijd waarin hij zelf bij ons komt. Het brood wordt zijn lichaam en hij maakt de wijn tot zijn bloed. Als wij eten van dit heilige brood, worden wij één met zijn lichaam, één hoop met de kerk en met elkaar. En daarom loven en aanbidden wij u met alle engelen en heiligen en prijzen wij u met de woorden: Heilig, heilig. Daarom zijn we hier samen, Vader, en denken blij en dankbaar aan wat Jezus deed voor ons geluk. Zijn offer heeft hij aan de kerk gegeven, zo vieren wij ook vandaag zijn dood en verrijzenis. Heilige Vader in de hemel, wij willen u, neem ons op in uw liefde, samen met Jezus, uw beminde Zoon. Hij is voor ons gestorven, maar u heeft hem nieuw leven gegeven. Daarom zeggen we, goede God, wij loven u. Goede God, wij danken u. Op het einde van de tijd zal hij als onze Heer verschijnen. Als uw rijk gekomen is, zijn alle pijn en tranen, honger en verdriet voorbij. Goede God, wij loven u. Vader, wees ons uitgenodigd om hier aan deze tafel te eten van het brood, dat is het lichaam van Christus, onze Heer. Zo maakt u ons blij door uw Heilige Geest. En wij willen u, maak ons door dit heilige brood ook sterk. En geef dat wij meer en meer gaan doen
wat u van ons verwacht. Denk hier aan onze paus Franciscus, onze bisschop Antonius en alle andere bisschoppen. Geef de vreugde om het paasfeest in het hart van ons allen die op hem vertrouwen en help ons blijdschap te brengen aan allen die leven in verdriet. God onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij u en bij Christus uw Zoon, samen met Maria zijn moeder, bij Jozef en alle heiligen. Dan zullen wij met hem voor altijd bij u zijn. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader in de eenheid van de Heilige Geest. Hier en nu en tot in eeuwigheid. Dan gaan wij nu samen bidden tot God die onze Vader is, zoals Jezus het ons heeft geleerd. We bidden allemaal het gebed dat we allemaal kennen, uit het hoofd zelfs. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij al onder hun schuld vergeven. En leid ons niet in de poging, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons hier van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen dat wij, steun door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Hoop volwachten tot de komst van Jezus, onze Heiland, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de eeuwigheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, aan de apostelen, uw vrienden, hebt gij gezegd: vrede laat u, mijn vrede geef u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam, maar ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. Vrede des Heeren zij altijd met u. Wensen bij elkaar dan de vrede van onze Heer Jezus Christus. Geven bij elkaar een hand. Bijna zover. We hebben gebeden over het brood en de wijn. Lichaam van Jezus, lichaam van Christus. Je weet wat je straks moet antwoorden. Je moet lopen, je handjes moet houden. Maar je weet ook, en daar gaat het vooral om, dat Jezus bij je komt. Zijn liefde in jouw hart voor vandaag en alle dagen. Wees het je bewust. Wees blij. Gods liefde voor altijd aan ons geschonken. Zodat de eerste communicantjes, uiteraard de eerste communie. Daarna reiken we met drieën verder de communie uit. Zouden ouders en grootouders die bij ons zijn willen zeggen: kijk voor ook even of er nog andere kinderen ter communie aanlopen die nog geen eerste communie gedaan hebben. Let er even op, zodat die dan een kruisje kunnen krijgen, maar niet de heilige hostie. Kortom, als we op een goede manier en met respect met die communie omgaan, dan is het voor iedereen inderdaad een feest. Zie dan het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
maken we nog even stil om na deze communie nog iets te kunnen bidden. Almachtige en goede God in deze Eucharistie, mocht in deze kinderen en wij allen het feest van Pasen vieren. Wij vragen u na dit geheim altijd een vrucht te dragen in ieder van ons, door Christus onze Heer. We zijn allemaal kinderen van onze Vader in de hemel, maar we hebben ook moeder in de hemel. Want Jezus is de Zoon van God, die zijn Vader is, maar hij is ook de Zoon van Maria. En Maria mag en wil ook onze moeder zijn, die ons helpt om te leven in verbondenheid met Jezus, te leven net als Jezus. Maria bidt voor ons, bidt met ons. Daarom vragen wij vandaag om haar voorspraak. We bidden niet alleen voor die 25 communicantjes hier, maar voor alle kinderen waar dan ook die hun eerste communie doen, dat ze altijd bewaard mogen blijven in Gods liefde. Bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Keurig. Het is bijna het einde van de mis, maar eerst nog een slotwoord. En dat is een belangrijk slotwoord, want daarin gaat Sam ons iets belangrijks vertellen.
laatste mededeling, voordat we de kerk uitgaan voor de groepsfoto. Er is nog één terugkomles en die is in de gewone groepen op maandag en donderdag. Dus morgenmiddag 15:30 en donderdag 15:30 verwacht ik gewoon de kindjes nog één keer op school. Kijk een beetje terug op de communie. Die les is wat korter en duurt ongeveer tot 16:45. Het is wel de bedoeling dat de kindjes dan gewoon de map met het boek meenemen voor die laatste les. Bedankt, fijne dag allemaal.